Dat zal je maar gebeuren. Ben je lekker aan het winkelen, valt er plotseling een glasplaat naar beneden. Het gebeurde afgelopen vrijdag in de Hofstraat. Tot grote schrik van bewoners en voorbijgangers. Op de 9e verdieping van het kantoor van Kadaster gaapt een groot gat. De glasplaat die hier aan de gevel hoort te zitten is naar beneden gevallen. Een ooggetuige hoorde een flinke klap. We hoorden een enorm lawaai en zag het glas naar beneden vallen. En dat kwam dan op de weg kwam dat terecht. Er stond een auto en daar liepen twee verpleegsters. Ik denk aan dat het thuiszorg was of zo. En die werden ook enigszins geraakt. Gelukkig werd een groot deel van het glas opgevangen op een veiligheidsoverkapping, zeg maar op de eerste verdieping. Maar ja, er is enorm veel glas op straat terecht gekomen. Zijn er nog gewonden gevallen? Voor zover wij weten niet. Wat we wel weten zijn dat er twee medewerkers van de thuiszorg op dat moment passeerden. En die hebben glas in hun haar gekregen. De verwondingen vielen verder mee. Maar omdat er nog glasresten aan de gevel hangen, blijft de situatie gevaarlijk. Politie en brandweer zetten daarom de omgeving af. De brandweer probeert eerst met een ladderwagen bij de resten te komen, maar de ladder is te kort. Daarom laat de brandweer via het dak een speciale bakconstructie langs de gevel zakken. Zo kunnen de laatste glasresten worden verwijderd. Het blijft dus bij materiële schade. Zo raakt het vallende glas de motor van een van de werknemers van Kadaster. Ik heb liever wat schade ook aan mijn motor, als dat er wat menselijke schade, ter aanhalingstekens, gevallen zou zijn. Dus als je zo'n grote glasplaat in je nek krijgt, ik denk niet dat het goed was gekomen. Het is niet de eerste keer dat er een glasplaat naar beneden valt. Tijdens de bouw van het pand vond er ook al een incident plaats. Aan de achterkant van het gebouw is een parkeerplaats. En daar hebben wij een parkeerruimte waar wij de auto's kunnen neerzetten. En er is ook een plaat naar beneden gekomen. En toevallig wijs precies op de auto van mijn. Dat was natuurlijk ook even schrikken. Zoals ik het een beetje kan inschatten, heeft het ook te maken met het isolatiemateriaal die eraan vastzit. We hebben jaren terug, toen we hier het gebouw in zijn gegaan, hebben we ook zoiets gehad. Dus ik denk dat het dat is. En het is extreem weer natuurlijk. Misschien dat het daarmee te maken heeft gehad. Voorlopig blijft het gissen naar de exacte oorzaak. Volgens Kadaster zijn er geen constructiefouten geconstateerd. Morgen wordt een tweede inspectie.